Enfin, het is kerstmis. Ik zal eten bij Rob. Of ik een knijntje wou bakken. En natuurlijk met lof. Met ham en kaas uit de oven. Dat is mijn specialiteit. Want mijn schoondochter ken ik. Dat is zo'n graatmagere meid. Ik had mijn kerstbloes gestreken. Mijn pedicuurster was geweest. De kapster ook. Mijn kleinzoon had zijn eigen er zo op verheugd dat zijn lieveling zomaar kwam eten. Ik was keurig netjes op tijd ook. Voor ons en elkaar. Tot mijn grote verbazing was er nog ander bezoek. Van mijn schoondochters moeder zat opgetuigd in de hoek. Dus dat werd weer discussie. Zij met een gat onder nek. Ze loopt altijd te katten. Voor mij was daar dus geen plek. Ik ben meteen naar huis gegaan. Ja, het is lullig voor die kleine jongen, maar ga niet de hele avond tegen zijn nuf van zitten kijken. En trouwens, je mag er niet roken ook. Maar ja, weet ik wel geen lof met ham en kaas uit de oven. Neem ik wel een paar boterhammen met konijnpief. Enfin, het is kerstfeest. Ik ga nergens meer heen. Maar mijn hoor je niet klagen. Ik heb het prima alleen. Ik laat mijn kerst niet vergallen. Door zo'n uitgekookt wijf. Met een zuinige feestje. En de oncourant lijf. Een heel gelukkig kerstfeest. En een prachtig nieuwjaar. Dat alles maar beter wordt. Dat alles maar beter wordt. Voor ons en elkaar. Maak geen bonje. Nou, dat maak ik zelf wel uit of ik bonje maak of niet. En trouwens, dat is geen bonje. Dat is gewoon woorden hebben met elkaar. Ze nemen gewoon een loopje met me. We zouden onder elkaar zijn met de kerst. Rob, Joelle, die kleine jongen en ik. Ik laat me eigenlijk niet in de maling nemen.